Welkom bij 100 dagen. 100 dagen is een serious game. Dat is een spel dat niet alleen maar leuk, maar ook nuttig is om te spelen. Door het spelen van 100 dagen leer je betere besluiten te maken rondom de inzet van technologie in een pandemie. Je leert over het type vragen dat je moet stellen om technologie op een goede manier in te gaan zetten in de maatschappij. Je leert om snel beslissingen te maken. Ook kom je meer te weten over de belangen en de waarden van allerlei stakeholders. Kortom, door het spelen van 100 dagen bouw je aan je pandemische paraatheid. 100 dagen is ontwikkeld in opdracht van de directies Pandemische Paraatheid en Realisatie Digitale Ondersteuning van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Dit spel staat niet op zichzelf. Het hoort bij een toetsingskader. Het toetsingskader in gebruikname technologie bij infectieziektebestrijding. Het toetsingskader en deze serious game zijn beide ontwikkeld op basis van wetenschappelijk onderzoek. Zo hebben wij allerlei experts betrokken en heeft ook een groep van meer dan 800 Nederlanders informatie ingebracht. Hoe speel je dit spel nu eigenlijk? In het spel 100 dagen speel je met een team van 5 personen tegen een ander team van 5 personen. Jullie zitten in de eerste 100 dagen van een pandemie. Samen moeten jullie de minister van Volksgezondheid adviseren over de inzet van technologie om de pandemie te bestrijden. Ieder van jullie vervult één rol. Zo is er bijvoorbeeld een arts-epidemioloog. De ander is bijvoorbeeld een privacy-expert. Iedere rol moet 2 waarden vertegenwoordigen. De arts vertegenwoordigt bijvoorbeeld de waarden publieke gezondheid en monitoring en evaluatie. De belangrijkste vraag is natuurlijk, wanneer win je dit spel? Het leuke is, je kan op 2 manieren winnen. Allereerst kun je als team winnen. Je speelt namelijk tegen een ander team. Als jij als team het meeste punten verzamelt op de 10 maatschappelijke waarden, heb je gewonnen. Daarnaast kun je ook als rol winnen. Dat doe je als jij samen met de persoon van het andere team die dezelfde rol speelt, de meeste waardepunten scoort. Maar let op. We hebben 2 aandachtspunten. De eerste is dat als een waarde minpunten heeft, deze 3 keer zo zwaar tellen. Dat moet je dus zien te voorkomen. Daarnaast hebben we een samenwerkingsbonus. Dat houdt in dat als alle 10 waarden niet meer dan 1 punt met elkaar verschillen, we 4 bonuspunten uitreiken. Als de waarden met 2 punten van elkaar verschillen, krijg je 3 bonuspunten. Als dit 3 punten verschil is, is de bonus punt 2. En als dit 4 punten verschil is, is de bonus plus 1. Het spel spelen we samen in 4 ronden onder behoorlijk wat tijdsdruk. Een moderator neemt je door deze ronde heen. Je gaat als team en als rol tactische beslissingen maken rondom de inzet van technologie. Daarvoor krijgt iedereen 5 munten. Munten staan voor geld, maar ook voor capaciteit of voor jouw stemgeluid. Met jouw munten ga je jouw waarde en die van het team verdedigen. De 5 munten moet je tactisch inzetten over 3 ronden. Je krijgt er namelijk nooit muntjes bij. In ronde 1 kom je te weten met wat voor een infectieziekte je te maken hebt. Afhankelijk daarvan kies je in deze ronde gezamenlijk een type technologie en een specifieke oplossing. Die oplossing koop je met muntjes. Daarbij denk je goed na over wat de impact is van de oplossing op de 10 waarden. Die impact zie je namelijk direct terug op het speelbord. Ook ga je met elkaar in discussie over hoe je enkele kritische waarden kan beschermen. Dat gebeurt op basis van de vragen uit het toetsingskader waar we het eerder over hadden. In ronde 2 wisselen van tafel. Je komt nu in een ander scenario terecht, dat van de tegenstanders. Je hoort met welke infectieziekten ze te maken hebben, welke technologie ze hebben gekozen en je trekt een impactkaart.
Die impactkaart geeft aan hoe hevig het virus is voor de gezondheid van de Nederlander. Het is aan jullie de taak om in het scenario van de tegenstanders zwakke plekken te vinden. Daarvoor koop je incidenten, problemen. Je probeert in deze ronde dus kritisch na te denken over wat allemaal mis kan gaan bij de inzet van technologie. Is er bijvoorbeeld een datalek waardoor er gegevens op straat liggen? Of wordt de technologie niet geadopteerd? Bij het kopen van incidenten houd je wel continu rekening met jouw eigen waarden. Want de punten van de tegenstander dragen wel bij aan de rolwinst. In ronde 3 ga je terug naar je eigen tafel. Je maakt als team de status op. Hoe heeft jullie scenario zich ontwikkeld? Welke incidenten komen er op jullie af? En hoe effectief is de technologie die jullie hebben gekozen? Daarvoor trek je een kaart. En met de laatste munten kopen jullie nu actiekaarten om jullie waarden zo goed mogelijk te verbeteren. Zo kun je acties kopen zoals het inhuren van privacy specialisten of een burgerberaad organiseren om de adoptie van technologie te verhogen. Tot slot hebben we ronde 4. Dit is een reflectieronde. In deze ronde kijk je als team terug naar de afgelopen dagen. Hoe heeft het scenario zich ontwikkeld? Hoe realistisch zijn de keuzes geweest? En waar staan we nu? Iedereen legt dat toe op basis van zijn of haar rol. En uiteindelijk worden de punten geteld en de winnaar uitgeroepen. Na het spelen van het spel hopen we dat jullie veel geleerd hebben over de complexe besluitvorming rondom de inzet van technologie in de maatschappij. Maar daarnaast hopen we dat het spel vooral ook leuk was. Heb je na het spelen nog tips of feedback? Laat die dan ook vooral achter bij de spelleider, de moderator. Voor nu, veel plezier met 100 dagen.